60 vrouwen, een driekoppig mannenpanel en de leugens van de liefde. 13 februari organiseer ik mijn eerste evenement, stadstaboes. Dat doe ik in samenwerking met de gemeente Amsterdam. En daar praat ik met heel veel vrouwen en drie mannen over de liefde. En dat doen we naar aanleiding van een aantal stellingen. En de eerste stelling is. Ja, het ligt aan jou dat jij geen leuke partner kan vinden. En ik hoop daarover met jou te praten die avond. Maar we gaan ook kletsen met Mark Miras. Hij is een wetenschapsjournalist en kan ons vertellen hoe de liefde eigenlijk werkt in de hersenen. We praten met Tom Gorney. Hij is een mannencoach en hij kan ons vertellen wat de man nu eigenlijk wil. En therapeut Lucas kan ons vertellen hoe de eerste relaties in ons leven, de relaties die we opbouwen met onze ouders, van invloed zijn op ons huidige liefdesleven. Als je erbij wilt zijn, ga dan naar thewigirl.com en schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief. Dat is namelijk de enige manier om aan een uitnodiging te komen. We verkopen geen kaarten, we geven ze weg via de nieuwsbrief. Dus ga daar naartoe en schrijf je in. Volgende week vertel ik je wat de tweede stelling is waar we die avond over praten. Het wordt echt heel leuk.